Jij werkt bij het Nederlandse Jeugdinstituut. Leuk, fijn ook dat jij er bent. Jij werkt voor jongeren, hè? Meer vanuit het beleidsmatige uitgangspunt. Wat doen jullie eigenlijk, het Nederlands Jeugdinstituut? Wij zijn een landelijk kennisinstituut en wij houden ons bezig met opgroeien en opvoeden. Dus wij proberen professionals te helpen in het gezond op laten groeien van kinderen en jongeren. Ja. Hey, en dat gaat dan gezond opgroeien. Vind je dat het goed gaat met onze jongeren, nu ook in coronatijd? Ja, over het algemeen gaat het goed. Dus kinderen en jongeren, in ieder geval de signalen die we krijgen, is dat ze. Dat je nu ook ziet hoe goed kinderen in staat zijn om zichzelf aan te passen aan een nieuwe situatie. Dat alle kinderen in één keer thuis onderwijs krijgen en hoe ze snel ze hun draai daarin vinden, is heel erg mooi om te zien. We zien Ja. ook wel dat er kwetsbare situaties ontstaan. Hè? Kinderen die in onveilige thuissituaties zitten, die nu niet meer naar school, of in ieder geval niet meer naar school konden, waarin het wat moeilijker gaat. Dus de coronacrisis brengt zeker uitdagingen met zich mee, maar je kunt ook zien hoe. Weerbarstige kinderen kunnen zijn. Ja, weerbarstig bedoel je in de zin van veerkrachtig of? Precies, veerkrachtig. Ja. Ja. Dus eigenlijk hoeveel ze aankunnen en hoe makkelijk ze zichzelf elke keer weer herpakken. Want wat ik me eigenlijk afvraag, hè, en in dit uur ook, hè, dus dan praten we eigenlijk over, het gaat goed met kinderen, ze doen wat ze moeten doen. Ze doen ook wat ze moeten doen om de BV Nederland straks weer op de rails te krijgen. Maar de rol eigenlijk van jonge mensen, hè, de rol van jeugd in een samenleving. Wat vaak wordt gezegd, hè, dat zijn juist ook de vernieuwers, hè. De jongeren zijn vaak ook. Het zijn ook vaak de mensen die juist moeten provoceren, die ook af en toe de macht moeten tornen, hè? Die aan de pijlen van de poten van die stoel moeten zagen. Vind jij dat jongeren in Nederland in zijn algemeenheid dat voldoende doen? Of zijn ze toch echt veel te braaf, veel te aangepast, veel te carrièregericht? En missen we dat stuk in die samenleving niet te veel? Nou, dat zou ik niet per se zeggen, maar ik denk dat we juist, maar dat is in de, dat gaf de vorige spreekster en Roderick geloof ik ook al aan, dat rondom belangrijke thema's, bijvoorbeeld klimaat, je dit jaar juist heel erg hebt gezien, de kracht van de stem van kinderen en jongeren, en dat ze wereldwijd in opstand kwamen tegen de klimaatregels en dat dat beter moet. Wat betreft het coronavirus zou ik het niet per se te braaf noemen, ik vind het juist. Heel erg knap hoe goed kinderen en jongeren hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Dus natuurlijk hebben kinderen en jongeren ergens een taak om in opstand te komen, maar dan zou ik dat zeker aanmoedigen op thema's waarin dat ook moet. Bijvoorbeeld klimaat of rondom de economie, of allerlei andere thema's, maar rondom het coronavirus is dat niet helemaal op zijn plek. En dus juist die verantwoordelijkheid heel erg gevraagd. En dat doen ze Maar hartstikke waarom, goed. is dat bij de coronacrisis dan juist niet op zijn plek? Want je zou kunnen zeggen, de coronamaatregelen treffen jongeren misschien nog wel het meest. Niet alleen maar nu, maar ook op de lange termijn, hè? Als je gaat kijken naar de crisis die we toch verwachten te gaan krijgen. Hè? Jongeren gaan daar de grootste prijs voor betalen. Jongeren die nu ook geen stageplek kunnen krijgen. Jongeren die niet kunnen afstuderen omdat er geen stageplekken zijn. Dus het juist niet de coronacrisis, is dat niet juist de plek waar jongeren gewoon veel meer van zich moeten laten horen en ook veel kritischer moeten meedenken of de generieke maatregelen niet te generiek zijn. Absoluut, natuurlijk. De stem van kinderen en jongeren rondom de coronavirus is heel erg belangrijk. Wat ik bedoelde te zeggen, zojuist was het niet per se de barricade op tegen de maatregelen, maar meer de barricade op als in laat ons meepraten over de invulling van die maatregelen. Want zij hebben ontzettend veel invloed op het leven van kinderen en jongeren. Anders dan op volwassenen. Voor volwassenen is het nu even 2 jaar doorbikkelen en daarna herpakken we ons weer. Als het 2 jaar duurt, noem maar wat. Maar voor kinderen en jongeren zijn het 2 ontwikkelingsjaren. Deze 2 jaren, of 3 of 1, hebben invloed voor de rest van hun leven. Het is een ontwikkelingsperiode. En daarom is het extra belangrijk dat zij hierover mee kunnen praten. Maar, en daarin moeten ze hun stem laten horen. En daarin is het de verantwoordelijkheid van de volwassenen om naar die stem te luisteren en daar ook echt iets mee te doen. Ja, en heb jij het idee dat jongeren zich voldoende uitgenodigd voelen? Dat ze voldoende, hè, want je geeft het voorbeeld wel van die klimaatdiscussie, hè, dat jongeren daar wel degelijk ook betrokken bij zijn. Maar heb jij het gevoel dat deze generatie jongeren
dat ze zich meer empowered voelen, of misschien juist wel minder empowered voelen dan, dan de generatie voor hun? Dat vind ik wel moeilijk om te beoordelen, maar ik denk dat daar nog hele grote slagen te maken zijn wel. En die bal zou ik niet alleen bij de kinderen en jongeren zelf neer willen leggen, maar ook bij de beleidsmakers en de professionals. Als in, neem die stem van kinderen en jongeren serieus en doe er ook iets mee. Dus ja. Er zijn ook wel allerlei activiteiten. De oproep van Rutte bijvoorbeeld was daar een mooi voorbeeld van, waarin hij in ieder geval aangeeft aan kinderen en jongeren van, wij vinden jullie stem belangrijk en laat je ook horen. Ja, dat is een mooie oproep. Tegelijkertijd hoor je ook alweer in de discussie, dat was mogelijk ook een beetje vrijblijvend. Want waar blijkt dat dan uit? Hè? Krijgen jongeren dan ook echt macht, structurele macht in instituten, in raden? Ja, en daar zijn we nu binnen het Nederlands Jeugdinstituut. Sorry dat ik je onderbrak. Gaan we daarmee aan de slag. Dus wij vinden die stem van kinderen en jongeren heel erg belangrijk. En samen met ons meerdere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan LAX en de NJR die zichzelf ook al hebben laten horen. UNICEF is daarmee bezig. Allerlei andere jongerenraden zoals het Jeugdwelzijnsberaad. En ook verschillende ministeries maken zich hier hard voor. Om meer initiatieven te organiseren waarin de stem van kinderen en jongeren wordt gehoord. En er ook iets mee gedaan gaat worden. En vanuit het NJI ligt nu dat is een Nederlands Jeugdinstituut, een concrete vragenlijst. Die hebben we verspreid onder, of in ieder geval dat proberen we te verspreiden onder alle kinderen en jongeren in Nederland. Waarin zij kunnen laten weten met welke thema's zij zitten rondom het coronavirus. Dus waar maken ze zich zorgen over? Over welke thema's zouden zij heel graag mee willen praten? En hoe denken zij dat zij dat het beste kunnen doen? Dus dit is eigenlijk ook meteen mijn vraag aan kinderen en jongeren die luisteren. Vul die vragenlijst in, want wij gebruiken dat om het gesprek te gaan organiseren. Samen met andere organisaties. En tot welke leeftijd kan je die vragenlijst invullen? Wat is de range? Van 8 tot 27. Oké, en waar kunnen ze hem vinden, die vragenlijst? Op www.nji.nl/coronavirus. Daar kun je hem vinden. Daar hebben we een pagina specifiek voor kinderen en voor jongeren. En als je daar doorklikt naar hashtag ik praat mee, kun je hem vinden. Oké, dus op ieder geval de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Als we daar naartoe gaan, dan kunnen ze hem ergens vinden. Ten slotte nog Willeke. Wat zou jij zeggen? Wat is de rol van jeugd? Wat is de rol van jongeren in een gezonde democratische samenleving? Zou je daar iets nog over kunnen zeggen? Wat vind jij dat hun plek is? Evenredig met die van volwassenen. Zij zijn ook gewoon burgers. Dus laat je horen, denk mee. Je stem weegt even zwaar. Ook al heb je officieel misschien pas vanaf 18 stemrecht. Juist daarvoor is je stem net zo belangrijk. Dus heb je goede ideeën, maak je ergens zorgen over. Bespreek het sowieso met je ouders, maar ook met je leerkracht. Zoek andere mogelijkheden om je stem te laten horen. Jouw stem is net zo belangrijk als die van volwassenen. Ja, of misschien zelfs niet ietsjes belangrijker, dat niet. Evenredig, zeg jij. Ja, of evenredig. Nou ja, het hangt een beetje van de thema's af. Maar in ieder geval op zijn minst evenredig, ja. Op zijn minst evenredig, mooi. Nou, dankjewel. Ik hoop dat heel veel mensen die vragenlijst gaan invullen. En hoe ga je dat terugkoppelen? Of kan je daar nog, als mensen hebben ingevuld, wat gaan ze daarvan merken? Ja, nou, we gaan sowieso natuurlijk een oproep of een overzicht maken van de belangrijkste uitkomsten. En daarnaast gebruiken we het echt om met andere organisaties in gesprek te gaan om te bepalen samen met kinderen en jongeren wat nodig is om die stem van kinderen en jongeren meer mee te laten nemen of om die te benutten in invulling geven van de coronaregels. Ja. Mooi. En in ieder geval ook op een structurele wijze. Dus precies. Op een duurzame wijze. Dus dat het ook blijft bestaan op het moment dat corona straks weer voorbij is. Ja. Mooi. Nou, ik hoop natuurlijk ten volle dat dat ook goed gaat gebeuren. En dat jongeren daar ook goed bij betrokken worden. Dank je wel.